Het is maandag 30 september. Wij lopen hier op Sportbar de Smeel. We lopen richting de Kopekker. De Kopekker is het gildeterrein. Zij doen alleen een koning of een koningin volgens mij. Het gaat er gewoon om wie de beste schutter is. Ja, dat is goed op. Kijk. Jan, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Als voorzitter van de club. En dan zo'n mooie prijs. Het hielde hem, maar hij is ook echt van harte gegund. De eerste keer dat je opstaat? Ja. Zeker niet de laatste keer ook. Want dan ben je gewoon bezig. Ja, dat doe ik. Zet hem op de televisie. Dan ja. Nee, en dan op de naad. Dat is alles. Ja, dankjewel jongen. En geniet van. Ja. Nou, dankjewel. Ja. De koffiekopjes voor het schild staan klaar en die gaan binnen dadelijk aan hun koffietafel beginnen. Nu ziet u achter mij, daar zijn ze bezig met de gipsen vogel op een paal te zetten. En dan wordt er geschoten voor de kermiskoning en de kermiskoningin. En dat wordt dan wel georganiseerd door de guld. Je ziet ze dus nu al heel actief bezig, de paal die ligt plat. De vogel zit vast. Kijk, nou gaat de paal omhoog. Moet je toch nog best sterk voor zijn, valt me tegen. Ik denk ze trekken daar met dat touw omhoog. 24 deelnemers. 24. En er kan er altijd nog bij komen. 24 man. Ja. 24 man. En de dames. En de dames. Hoeveel? Ja. Dat weet ik niet. Dat moet je aan Jan vragen. Oh, oké. Okay. Jan heet dame en is van de dames. Oh, dat is een leuke. Frans, hoeveel pijlen denk je dat ze nodig hebben voordat ze zo'n gipsen vogel kapot hebben? 40 rakenpijlen. 40? Ja. Zo. Daar zijn ze eigenlijk een beetje op gebaseerd en dat klopt vrij aardig. Wow. Ja, dus je kunt vogels, je kunt ze, ja, zou ik zeggen, kopen 20 schots, 40 schots en 60 schots. Oh, die hebben jullie niet zelf gemaakt? Nee, deze hebben we niet zelf gemaakt. De eerste keer dat jullie dit organiseren? Nee, dit is de derde keer, denk ik. Nee. Maar eerst hadden wij maandags derby schieten. Ja. En hadden we dinsdag nog de kermisviering. En nu hebben we alles ineengebracht. Als jullie koning schieten, dan zie je dan schieten ze op zo'n houten vogel. Daar springen allerlei splinters vanaf. En dan zie je de jeugd, die krijgen op een gegeven moment toestemming om naar het veld op te rennen. En dan duiken ze op elkaar en dan pakken ze zo'n splinter. Dan moeten ze naar de jury en dan wordt er ingeschat wat waard is. Gaat dat nou ook gebeuren? Nee, dat gaat bij deze vogels niet gebeuren. Nee, dat is alleen het echte koning schieten. Wanneer onze echte koning om de 3 jaar wordt er geschoten voor een nieuwe koning. En dan is het inderdaad een houten vogel, maar dan schieten we ook met het geweer. Ja, en dan klopt. Hebben de stukjes hebben wel waarde. Ja. Maar bij deze niet, nee. En dan moet dan degene die geschoten heeft moeten betalen, degene, is niet? Ja, degene ja, okay, die geschoten ja. heeft moet ja. het betalen. Aan degene die het opgeraapt heeft. You find a love you can share. When you can call.
Gilde broeders en gilde zusters en alle andere aanwezigen. Ik zeg, de vogels zijn allemaal weer naar beneden gehaald. Bij de dames ging het helemaal voortreffelijk, die komen straks even op terug. Bij beide heren hadden we toch 3 vogels en die gaan we nou afkampen. Er wordt 5 keer geschoten en degene die de 5 afschiet en de andere minder is kermiskoning. Dan zou ik graag degene uitnodigen, Roy Wouters, Tom van Doormalen en Mark van der Pas, om hier bij de eerste boom te schieten. Volg Jan Naam en dan kom je gewoon goed uit. Heren, succes! Gildebroeders en gildezusters, zeggen de wedstrijden zijn weer gedaan. De weergoden zijn ons heel goed gezind geweest, prachtig weer gehad. Een leuke wedstrijd geweest. En er komt toch altijd, ja, weer naar huis, toch altijd weer verrassend. Bij de heren is op de 3e plaats geworden Mark van der Pas. Hey! Op de 2e plaats Roy Wouters. Hey! En dan zou ik, ja, de winnaar Tom van Doormalen graag naar voren willen hebben. Bij de dames schoten 9 dames mee, die hebben niet af hoeven kampen. En daar kwam als winnaar uit de bus Annie Kouwenberg. Gezellig Annie. Hey, Queen! Queen of kaas. Ik zeg zoals je ziet, ja, we houden het, ja, de prijzen dit jaar toch weer bij het gilde. Yes. Dan kan ik nou overgaan op de prijsoverhanging. Zeggen, alsjeblieft. Dankjewel. Fries, jongen. Dan, Annie, voor jou ook deze prachtige beker. Ook netjes bijgewerkt vanaf 2014. Die ik hier mijn naam sta, maar dat is 1 tandje vrij, een plaatje. Dus dan komt jouw naam. Ik zeg al, dan komt er nog iets. Ik vind, ja, Tom die kunnen gewoon kennen als schilderbroeder, maar Annie ook als kermiskoningin. Die kan er zo niet helemaal bloot bij lopen. Er moet ook even het kroontje erbij zetten. En ik vind, dat past bij de kermiskoning van 2019. Ik zou zeggen, met zo'n 2 mensen kunnen we over daar terug naar Velenbels. Ik zou zeggen, allemaal hartelijk dank voor jullie meedoen en schieten hier. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. We komen zojuist van het sportpark De Smeel van de Kopekker. We komen weer door het centrum van Castres. En natuurlijk, het is nog steeds kermismaandag in Castres. En wat zien we hier op het plein? Een hele leuke activiteit. En we hebben de volgende vrije aanmelding binnen. Paul Grondel gaat even proberen. Ja, daar gaat hij dan. Paultje, ja. Hoor, hier met benen en al doet je het, hè. Klopt, Ben benieuwd. Je moet even ja roepen als je omhoog wilt. Nee, Paul van Grondel. Zo, dat was een goeie. Zo. Dat was een, ja, dat was een goeie. Nou, even 2e rondje. En hij bepaalt wanneer er gewonnen wordt, of nou, niet? Nou, daar gaan we. Nee, ja. Want hij schudt niet. Hij komt er wel. God, maar ja, dit is niet. Kijk eens. Oeh, dit is een grandioze grijp. Wow. Ik denk dat we er overheen gaan, denk ik. Oh,
Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid die er nou liggen. En genoteerd, Jacco, hij is 232. Voor de vrouwen hebben we trouwens een aparte ronde met Green. En de ervaring leert. Dat geeft ook altijd eigenlijk alles voor wind ongeveer als er hier iets in wind valt. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, je mag ook zeggen als je denkt van hier moet ik zijn. Nou, pak wat je pakken kunt. Ja, we gaan omhoog. Oké, nou, dit is niet normaal. Hè? Oh, nou, dat valt niet kunnen. Hè. Dit is wel een truc, je moet met handen en benen. Dat is dat in Paul ook, hè? Ja, dat was wel... Ze zijn ze nog niet zo weinig, mannen. Nou, ik heb het dus wat er omhoog komt. 1, 2, 6, en dan gaan we. Oh, kijk, oh, kijk, 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 kijk. Oh, jammer. Nou, we gaan ze bellen. Eén of niet? 83. Ja. Ik liep er zit meer in, hè. We gaan dadelijk nog een keer proberen. Ik denk dat dit nog wel enkele uren door kan gaan. En dat we wel in de krant zullen lezen of op kasteren.net wie de winnaar is. Ik denk dat het nog een hele leuke kermis wordt.